losgaat. Goor. Goeie bal. Kalou, daar staat Kromkamp verkeerd te verdedigen. En Kalou scoort. Het is niet Kromkamp die verkeerd verdedigt, maar Van Galen. Excuus aan Kromkamp. Heel snel gespeeld daardoor voor. En Van Galen let niet goed op Kalou. En die scoort. Kuit. Kastelen. Kuit. Kastelen, goed. Kastelen nu. En 2-0. Wat een mooie combinatie tussen Kuit en Kastelen. En zo vlak voor rust slaat Feyenoord toch een behoorlijk gat. Hoe gevaarlijk en hoe doeltreffend is toch vaak een 1-2. En hoe belangrijk is snelheid. De snelheid van Kastelen. Saidi richting Kuit. Jalins wint zijn eerste duel, maar de bal komt bij Kalou. Kalou! En het is 3-0! En zo gooit Feyenoord de wedstrijd direct naar rust op slot. En scoort het in een hele belangrijke fase. Mooie beweging en hij schiet feilloos in. 3-0. Prachtig doelpunt. Het wordt nog wel 3-1, maar dat mag de pret niet drukken. De 3-1 komt van de voet van Nelissen, bij Feyenoord opgeleid. Bosgaard. Kalou. Kalou. Ja hoor, zijn derde goal vanmiddag. In een zonovergoten Kuip. En voor Feyenoord schijnt de zon tegen AZ 4-1. Bosgaard mag doorgaan. De bal blijft binnen. Kalou staat vrij. En schiet in de korte hoek. En dan is er nog de tweede invalbeurt van het seizoen voor Leonardo. Hij vervangt de man van de wedstrijd, Kalou, goed voor 3 goals. En nadert daarmee Dirk Kuyt. 6 doelpunten vallen er in de Kuip. 6 doelpunten omdat Buskermolen scoort. 4-2. Met dus 3 doelpunten van Kalou, die als beloning de drinkbekers mag tillen.